Yo mensen, weer een nieuwe video van Mr. Rap. En vandaag ga ik heel veel TNT's uittesten. Mijn inventory zit er bijna helemaal vol. Oké. Ik ga als eerste white TNT doen. Dat doe ik even hier. Ziet er sick uit. Oké. Ik ga hem even laten ontploffen. En... wow. Oké. Hij maakt een soort een rondje of zo. En de light gray TNT. Oh, die is voor mij nog groter. Die ontploft voor mij nog groter. En normale gray TNT. Oké, die is voor mij even. Dan plaats ik nu de black TNT erop. Oké. En trouwens, kijk, hier zien jullie TNT's rondlopen. Ik weet niet waarom, maar het ziet echt super gek uit. En de red TNT. Wow. Oh, rode dingen vielen naar beneden. Oké. En de orange TNT. Oké. Nu helemaal orange ding en zo. En de yellow TNT. Die was voor mij het kleinst van allemaal. En nu de lime TNT. De bruine TNT. Is die heel groot of zo? Die is gewoon gemiddeld. En de cyan TNT. Volgens mij... je ziet ongeveer dat deze wel iets kleiner is. Een lucky TNT. Kijk, je ziet de bewegen wat. Oh, er komen telkens andere TNT's. Oh, wat. Het hele eiland is gewoon het hele eiland is ontploft. Wat? Ik heb letterlijk een kist gevonden. Oké, oh. Onder water. Oké, kijkers. Nu de scatter TNT. Of hoe je het ook uitspreekt. Laat jij maar ontploffen. Oké. Wacht. Ik heb echt nieuwe zon. Oké. En. Ik ga gewoon bijstaan. Oeh. Wat? Kijk. Allemaal dingen naar beneden. Ja, allemaal. Ja, allemaal kleine TNT's. Wacht, plaats er heel veel. Oké, ik ga het aansteken. En... Overal. Kijk eens, kijk hoeveel. Het lijkt helemaal. Wat? Ik kom al TNT's doodgaan. Kijk, hier vallen nog allemaal... kleine TNT's beneden. Oh, nee. Oké, nu moeten we even naar een ander eiland. Oké, volg je me? De green TNT. En... is die... de grote? Nee, die is niet zo groot. De light blue TNT. Ik wil gelanceerd worden. En... kijk, ja, ik werd gelanceerd. En nu de black hole TNT. Kijk, dit is een black hole TNT. Nee, daar moet je iets indrukken. Oké, kijkers. Dat was denk ik de sixth tot nu toe. En dan de galaxy TNT. Dit is de galaxy TNT. Wow. Mijn ding vloog naar beneden. Wacht, ik ga kijken hoe hoog ik kan launchen. De Arctic TNT. Oh, hij is al ontploft. En. Oh ja, er kwamen gewoon dingetjes. Zie je, echt groot. Oh, wacht. Dan gaan dan vissen al dood. De Purple TNT. De Blue TNT.
in de orange TNT. En de blast TNT. Was, dit ziet echt gek uit. Oké, wacht, ik ga dat hier doen, want die was echt heel goed. Wat? Hij sloopt zoveel. De super TNT. Deze lijkt me nog beter. Je ziet ook dat hij gecharged is. Oké, kijk hoe hoog ik kan launchen. Wat? Oh, die was goed. Oké, kijk eens. Nu gaan we de sticky TNT doen. Wat? Hij is onzichtbaar in die TNT. Nee, doorzichtbaar. Maar in die TNT zit een TNT. Kijkers, zagen jullie hoe ver die slime guys gingen? Echt superveel sticky TNT's laten ontploffen. Kijken wat er nu gaat gebeuren. Oh my god. Wat gebeurt er? Nee. Oh my god. Allemaal. Oh. Huh? Oké, ik ga denk ik hun maar even killen. Nu gaan we de light blue TNT doen. Ik denk dat dit de enige TNT kleur is die we nog niet hebben gedaan. Oké, ja, eigenlijk alle bepaalde kleuren TNT zijn eigenlijk hetzelfde. Oké, de... Oh, hier zijn nog heel veel. Deze moeten we ook even killen. De mega TNT. Deze is ook gecharged. En... Oh my god. Het lekt helemaal. Wacht, dan moeten we hier van afsteken. Ja, wacht. We gaan heel veel charge TNT's nu plaatsen. Is goed. Oké, kijk eens. We hebben superveel charge TNT's geplaatst. Nu gaan we ze laten ontploffen. Ik denk dat mijn game wel echt gaat crashen of zo. Oh. Wat gebeurt er? Oh my god. Oh, 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 oh. Wat? Ik ben heel hoog. Kijkers, ik ben heel hoog. Oh, kijkers. Mijn game loopt vast. Oké, ik ga even de game opnieuw opstarten. Wat? Er vallen nog allemaal slijm. En weer allemaal slijm guys naar beneden. Kijk eens naar twee keer de game weer helemaal opnieuw opstarten. Zijn we eigenlijk weer. Ik heb weer een nieuwe map gemaakt. En nu gaan we deze village opblazen. De party TNT gaan we nu doen. Hier. Oké, wat gebeurt er dan? En. Oh, er gaan allemaal ballonnen naar boven. En strandballen waren er ook. De Wither TNT ga ik in het huis doen. Oh, wacht. Dan gaat de Wither spawnen. Oh, wat? Oh, nee, er ging geen Wither spawnen. Ik dacht dat het een Wither zou spawnen, maar gewoon Wither Skeleton. Een Spawn Walking TNT. Waar? Ik kan niet... Oh, wacht. Oh, dus dat. Oké, ja, ik ontplof jullie allemaal ook. En nu de Lightning TNT ga ik in dit huis doen. Trouwens, wat zit er in de chest? Oh ja, dus een slechte chest. Dus dan doe ik hem maar daar. En... Oh, ik dacht, waarom komt er alleen maar wat blauwe lijn? Oké, kijk eens. Nu ga ik de Blaze TNT doen. Ik ga allemaal... Hey, wat zit er in deze chest? Oh ja, dit is best wel een goede chest. Dus nu ga ik allemaal hier plaatsen. En dan ga ik het aansteken. Kijk hoe hoog ik ga. Oh, oh, ik ging helemaal niet hoog. Oh, 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 nee, nee.
Oh, ik ging iets te hoog. Nu val ik dus de hele tijd naar beneden. En nu ga ik de Fireball TNT doen. Daar plaats ik er wel wat meer van. Wat spannen allemaal Fireballs of zo. Oh, wat? Dit is echt een goede TNT voor naar beneden minen. Ik ga allemaal. Ik ga hier allemaal TNT's niet doen. Ik denk echt dat de game weer gaat crashen. Het lijkt wel helemaal weer. Oh nee, nee, nee. Wat gebeurt er? Oh. Het geluid vind ik zo gek. Wacht, ik ga gewoon helemaal ergens in het midden van deze village een ultra TNT doen. Daar hier. Ik ga gewoon vier doen. Nee, de game gaat echt crashen en dat ben ik zeker. Wat? Dit is echt een slecht. Oh, wat? Ik heb er dadelijk nog maar. 3 over. Oké. Ga ik de laatste huisjes. De laatste huis doen. De potion TNT. Is een potion TNT. Oh, wat? Ik kwam allemaal potions. De tornado TNT. Ga ik gewoon hier doen. Ik ga allemaal tornado TNT doen. Oh, kijkers, wat? Dit is toen nou dus echt heel gek, maar oké. Okay. Wow, sick. Oh, het lijkt helemaal. Oké, kijkers, dit wordt de allerlaatste TNT die we gaan uittesten. Ik ga deze precies hier doen, dat is een goede plek. En. Oh, hij gaat naar de lucht. En. Het gaat niet weg. Oh. Wacht. Ik ga gewoon hier heel veel plaatsen. En kijkers, als jullie deze video leuk vonden, like en subscribe. Bedankt voor het kijken. En dat was de video.